Agrariërs lopen dagelijks aan tegen een tekort aan gewassen. Dat wordt veroorzaakt door het gebrek aan plantmateriaal. De landbouwers kunnen dan niet voldoen aan de gestelde eisen voor het consumeren van deze gewassen. Om dit probleem op te lossen heeft het waardeketenplatform Export Groente en Fruit van de Suriname Agriculture Market Access Project SAMAP vandaag een workshop georganiseerd voor belanghebbenden. Lucien Boerne, voorzitter van het waardeketenplatform, zei dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de problemen om erger te voorkomen. Omdat we bij de plenaire meeting om te komen tot het formeren van een platform, hebben we begrepen dat er uitdagingen zijn bij de agrariërs. Er zijn uitdagingen op het niveau van planten, plantmateriaal, het consistent hebben van gewassen, het voldoen aan eisen van afnemers, lokaal en in het buitenland, en ook de mogelijkheid om nieuwe markten eigenlijk te penetreren. In samenwerking met agrariërs en gouvernementele organisaties is er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen binnen productieprocessen. Daaruit zijn er twee nieuwe waardeketens voortgekomen die opnieuw moesten worden geëvalueerd en uitgewerkt, zodat het verloop van de productie binnen de agrarische sector wordt vergemakkelijkt. Zijn als value chain platform zijn we begonnen een jaar of anderhalf terug en we hebben doelen geformuleerd. En aan de hand van die doelen zijn we gekomen tot de samenstelling van een steringcomité, waarin vertegenwoordigd in dit geval de boeren, de verwerkers, de exporteurs, de supporting groups en verder nog drie ministeries. De nieuwe waardeketens zullen na goed overleg in samenwerking met SAMAP worden doorgevoerd. Boerne zegt dat uit dit project een strategisch plan is opgemaakt, waarbij er drie strategische gebieden zijn geformuleerd op basis waarvan er vijf actieplannen zijn geschreven. Deze plannen zullen worden gepresenteerd aan de platformleden, zodat er op basis van dialoog kan worden gewerkt aan duurzame oplossingen.